Zo, een hele goede morgen. Ik voel me gelukkig een stuk beter. Goeie nachtrust en gisteren veel geslapen heeft blijkbaar goed gedaan. Mijn buik is weer een stuk rustiger, want dat was het grootste probleem gisteren. En ja, ik ben weer blij. Het is nu 10:15. Ik heb al ontbeten, ben al aangekleed. Laura appte net dat ze wellicht iets later is, maar dat geeft niet. Het cadeautje ligt al daar. Heb ik het al ingepakt. Mijn gezellige paasdingetjes. Oh, ik moet nog even die lichtbox uitzetten. Die had ik vanochtend voor een foto even aangezet. Maar het is nu een beetje zonde voor van de batterijen zo te zien. Ik heb wel de verwarming aanstaan, want zo... Het ziet er misschien wel lekker uit buiten, maar echt lente is, voelt het nog niet aan. Dat vind ik wel jammer, maar... Oh, en ik zie nu dat daar nog een lettertje van de lichtbox ligt. Die moet ik zo nog even oprapen. En dan wachten tot ze er is. Ik denk niet dat, dat ik vlog als ze er is. Ik weet helemaal niet of ze dat wil. En, maar vanmiddag bij mijn ouders natuurlijk wel. Hopelijk, want... Robert en mijn broer en mijn schoonzus zijn er ook. Ik hoop dat zij ook eventjes op de vlog willen. Dan hebben jullie hen ook een keer gezien. Want nu lijkt het alsof ze er niet zijn. Maar ze zijn er wel. Alleen Laura en Roy zie ik gewoon net even wat vaker. Ja, dat kan je zo. Die wonen ook iets dichterbij. Dus dat heb je soms wel eens. Maar ik zou het leuk vinden als jullie hen ook een keertje kan zien. Nou, ik weet het even niet meer. Ik ga dat lettertje even oprapen. Zo, nou dat was heel gezellig. Ik heb inderdaad niet gevlogd. Nee, was niet het moment, maar dat geeft helemaal niet. Het was echt heel leuk. Ze heeft een heel leuk zoontje. Echt een lachenbekkie. Heel vrolijk kindje. Dus lekker beschuit met muisjes gegeten en een thee gedronken. Ze vond haar cadeautje ook heel erg leuk. Dus dat was super gezellig. Het is nu 3:15. Dus straks zak ik af naar beneden. En dan gaan we daar het feestje voortzetten. En toen ik deze jurk vanochtend aantrok, heb ik ook nog... Ik heb in 2015... was ik uitgenodigd voor een bruiloft van van een vriendin van mij in Portugal. Zij is Portugees. En zij is daar getrouwd. Toen ben ik een week in Portugal geweest met wat andere vrienden. En ik had voor die bruiloft een jurk gekocht. En nou, dat was ook de laatste keer ongeveer dat ik hem aan heb gehad. Of in ieder geval, ik heb hem verderop in dat jaar nog een keer aangetrokken. En daarna is hij in de kast beland en heb ik hem ook gewoon niet meer aangekund. En ik dacht net, weet je wat, ik probeer het weer eens een keer. En ik trok hem aan en hij paste. Yes! Dus dat heb ik ook even op Insta gedeeld. Daar was ik heel blij mee. Ik merk dat deze jurk had ik ook aan toen ik wat zwaarder was. Maar zit nu ook wel een stuk mooier. En ik moet zeggen, daardoor ga je het ook steeds meer zien. Dus ja, daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Ik heb net lekker wel een beschuit met muisjes op. En ook vanavond heb ik mezelf met mezelf afgesproken dat ik gewoon lekker mag meedoen met de rest. Dan kan het vanaf morgen weer streng. Gisteren heb ik toch praktisch niks gegeten omdat ik niks binnenhield. Dus nou hè, dat compenseert weer een beetje. Volgende week met Pasen ga ik ook gewoon lekker meedoen. Dus dat is ook wel leuk. En ik ben even... de podcast van Bon Collar aan het luisteren. Oh, en ik word geappt. Maar zij heeft vanaf vandaag ook een podcast. Alleen staat hij nog niet in de Google Podcast app. Dus daar kan ik hem nog niet luisteren. Maar ze doet ze ook met beeld opnemen. Dus ze doet ze ook uploaden iedere week op haar YouTube kanaal. Dus dan is het niet echt een podcast, maar een video. Maar het duurt wel 3 kwartier lang. Dus het wordt een beetje in etappes kijken. Maar vind ik ook wel weer leuk. Dus dat ga ik ook kijken. Nou, ik zie jullie later vandaag wel weer als ik bij Pama ben.
Zo, ik ben er. Nou, gefeliciteerd! Hi, dankjewel! Alvast dan, hè? Dank u. Want eigenlijk is het pas morgen. En Roy en Laura zijn er ook. En we hebben met z'n drieën een cadeautje gekocht. En dat ga ik even inzoomen. En dit is het cadeautje wat Laura en ik en Roy hebben gekocht. Krans. En ik heb van mama begrepen dat hij daar boven komt te hangen, toch? Ja, ja. Daar. Ja, ik voel de bui al hangen. Wie gaat dat ophangen dan? Ik. Zoet de lieve reddertje. En mama heeft ook een mooie paasboom staan. Ook gezellig. Ei! Ei, ja. Ja, Tim komt ook zo. Had ik al gezegd. En we hebben lekkers. Ja. Dit is het al. En ik heb wijn. Dus eet door. En ik heb ook al een chocolaatje op. Erg, hè? Maar vandaag mag het, vind ik. En ga ik ook nog even... Dag! Hoi! Hier laten zien. Mama heeft heel mooi de tafel gedekt. En ik ben helemaal weg van deze servetjes. In de vorm van een hartje. Ja, het ziet er heel gezellig uit. Dus nou, dat wordt vast leuk. Waarnaar? Nee, dan zijn vetjes waar ze gestopt had. Ik kreeg een helder idee. En toen vond je ze? Ik heb daar een plaatje. Oké. Nou, oké. Zie je later weer. Zo, ik ben weer thuis. Was super gezellig. Mama had heerlijk gekookt. Lekker bloemkool hebben gegeten. En varkenshaas met champignonsaus. Patatjes. Boontjes met spek eromheen. Nou echt, bij het, een kerstmaaltijd kunnen we wel zeggen. Weer mijn broer en mijn schoonzus niet gefilmd. Want ze willen het eigenlijk liever niet. Nou, dat respecteer ik natuurlijk. Ik had het er met mijn schoonzus nog even over. Dat ze zo wel een beetje de Marlenneke van deze vlog wordt. Ken je Marlenneke nog van Samson en Gert? Gert heeft het de hele dag over haar, maar je ziet er nooit. Nou, dat dus ongeveer. Maar goed, misschien komt het nog een keertje. Binnenkort komt Cas wel weer een keertje. 1 mei waarschijnlijk. Dan komt hij een dagje langs. Dan heeft hij vakantie, dus dan kunnen we lekker ons gang gaan. En dan gaan we ook weer een video opnemen samen. Dus dat wordt gezellig. En nou, Tim was er natuurlijk ook bij. Die heeft heerlijk patatjes zitten eten. Vond hij geweldig natuurlijk. En die heeft de boel ook wel weer vermaakt. En zo is het alweer. Hoe laat? Even kijken hoor, jongens. 7:55 alweer. Gaat best wel snel. Ja, ik vergis me iedere keer omdat het nog zo lang licht is. Gisteren dacht ik ook, op een gegeven moment, het is nog hartstikke vroeg. Toen was het ook al rond 8:30, maar dan is het ook nog gewoon hartstikke licht buiten. Maar ja, wel lekker natuurlijk, maar dan vergis je je toch wel in de tijd. Maar goed, vanavond de mol weer kijken. Als die online is, dat duurt natuurlijk nog wel even, maar dat gaat goed komen. Daar heb ik heel veel zin in ook weer. En voor de rest, gewoon lekker rustig. Maar nu moet ik eerst naar het toilet, want ik moet heel nodig plassen. Dus dat ga ik eerst even doen. Daar ben ik weer even. Ik zit een video te kijken van Janneke van Huisje Weltevree. Ik ga daar even op pauze zetten, Janneke. En de video heet Crowdfunding gestart voor Rosa. Ze is... Oh, dat is niet zo'n charmante stil. Dat is beter. Ze zijn voor degene die Huisje Weltevree kennen. Janneke heeft 4 gastkindertjes. En een van de gastkinderen is Rosa. En Rosa is een gehandicapt meisje. Net als ik. Dus ja, dat doet me dan wat extra's. En Rosa is bijna 3. En heeft nu een aangepaste wandelwagen en zal op termijn, gok ik, ook een rolstoel krijgen. Want ze kan niet lopen. Dus ja, dan ben je al gauw aan een rolstoel gebonden natuurlijk. En hoe fijn zou het zijn als Rosa gewoon zittend in haar wagen of rolstoel vervoerd kan worden. En nu zijn Janneke en de moeder van Rosa... willen graag een rolstoelbus aanschaffen om Rosa in te vervoeren. En daarvoor is Janneke heel lief een crowdfunding gestart. En dan ga ik jullie even laten zien
onder deze video. De video die zal ik ook nog wel even in de link zetten. Staat een linkje. En dan dat linkje gaat naar Rolstoelbus voor Rosa. Het linkje staat ook onder mijn video straks. Kijk, dit is Rosa, schatje. En op deze pagina kun je, als je het wilt, want natuurlijk helemaal niks is verplicht. En als je het kan missen, zou je een bedrag kunnen doneren om Rosa te helpen. En sowieso haar moeder te helpen om die rolstoelbus aan te schaffen. Of een bus die goed genoeg is om voor de gemeente, want de WMO wil de aanpassingen wel vergoeden, maar dan moet de bus aan bepaalde voorwaarden voldoen. En zo'n bus is gewoon duur, want die mag niet zo oud zijn, want anders passen ze hem niet meer aan. Ja, en dan kom je natuurlijk al gauw op een aardig bedrag. Dus mocht je Rosa en willen helpen, dan wil ik je vragen om eens op die pagina te gaan kijken en wellicht wat te doneren. Dat zou ik heel tof vinden. Ik ga even de video afkijken. Zo jongens, nou het is 9:30. Zoals je ziet heb ik mijn pyjama al aan. Ja, hier slaap ik niet in hoor, want ik hou er niet van om in dingen met lange mouwen te slapen. Maar ik vind het altijd wel lekker om dit 's avonds even aan te trekken. Gek hè? Die ja, dat het groene kaarsen zijn, dat zie je zo wel. Maar dit licht is ook groen. Maar dat zie je op beeld helemaal niet. Het ziet er echt veel sfeervoller uit dan op beeld. Dat vind ik wel jammer, want ik wil het jullie laten zien, maar het komt niet echt lekker over. Hallo, doe scherp worden. Ja. Ik zit eigenlijk op de mol te wachten. Het is 9:30, dus die kan in principe ieder moment online komen. Maar ik ben ook echt ongelooflijk moe. Dus ik denk eigenlijk dat ik hem voor morgen hou en dat ik zo lekker ga slapen. Ik ga in ieder geval deze weekendvlog afsluiten. Helaas is die veel korter geworden dan ik had gehoopt. Maar goed, er zaten gelukkig langere vlogs bij. Dus dan is een kort, de vorige afgelopen keren, dus dan is een kortere vlog ook weer niet zo erg. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe je duim omhoog als je hem toch nog een beetje leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je in de volgende vlog. Doei doei!